Sinterklaas, het is een zware periode voor u. U bent hier vanmiddag te gast bij Oud-Heverlee Leuven. Kent u die club? Ja, ik was hier vorige wedstrijd was ik ook al even hier, maar dat heeft niet lang geduurd, want ik moet overal zijn. Dus ik ken de club al jaren. Ik geloof dat het nu al de 10e maal na elkaar is dat ik kom voor die jeugdspelers. En die zijn nog altijd even braaf. Ik zie het, je hebt je grote boek bij. Staan er ook slechte dingen in? Wow, slechte? Niet echt. Niet echt. Ik geloof niet dat je bij OHL kunt komen voetballen als je niet echt gedreven bent en als je niet echt respectvol bent en zo. Dat heb ik geleerd in die 10 jaar hier met die jeugdspelers. Vandaag een speciale dag. U bent per helikopter gekomen, hè? Hoe was dat om hier zo te arriveren op het veld? Wel, het was anders dan vorige jaren, vermits dat het heel het veld gerenoveerd is. Dus vanuit de lucht is het fantastisch zicht. Het viel mij 100% mee. Bij ons Patrick Bogen, de secretaris van de supportersclub Pigeon d'Or. Ja, elk jaar organiseren jullie dit Sinterklaasfeest, hè? Ja, dat is toch fijn voor de club, hè? Inderdaad, dat is nu al het 10e jaar dat wij dat organiseren. Van sedert dat eigenlijk de fusie een feit is, hebben wij besloten om dus in samenwerking met OHL dus die pannenkoeken te leveren. En wij zorgen dus voor het eten en voor het speelgoed ook. Dat natuurlijk door de Sint is meegebracht vanuit Spanje natuurlijk. Hè. Een hele organisatie, hè Patrick? Ja, maar we zijn nu wel geroutineerd, laten we zeggen. Na 10 jaar loopt dat wel op wieltjes. En we hebben het ook in beginperiode hadden we meer kinderen. Door het feit dat we dan tot U11 de kinderen lieten komen. Maar uiteindelijk werd dat een beetje veel. En nu hebben we het beperkt van U6 tot U9. Hoeveel kinderen zijn er hier vanmiddag? 170 kinderen zijn er hier vandaag. En ze krijgen dus ieder 2 pannenkoekjes en dan krijgen ze nog een drankje erbij. En dan natuurlijk van de Sint krijgen ze een pakje. Een echt feest, hè? Een echt kinderfeest. Een echt kinderfeest en ik denk dat het belangrijk is voor de club zoals OHL, waar de jeugd toch primeert, dat wij dat voor deze club mee helpen organiseren. Hans, wie krijgt lekkers van de spelersgroep? Ik denk eigenlijk dat iedereen al lekkers heeft gekregen. Of schoon dat dat misschien niet echt de bedoeling was. Want misschien hadden er toch wel sommigen in de zak van Zwarte Piet hadden moeten vliegen. Maar de Sint is genadig geweest, denk ik, en heeft iedereen lekkers gebracht. Dus, en wie stout is, de roe, dat is niet van toepassing dus? De roe of in de zak. Maar ook dat is nog niet gebeurd. Dus, het kan nog komen, Hans. Het zou nog kunnen komen. Het zou nog kunnen komen. Dirk, herinner jij je nog de Sinterklaasfeesten toen je klein was? Ja, zeker en vast, ja. Altijd, hè. Ik had schrik. Je had schrik? Waarom? Van Sinterklaas. Ik was dat niet gewoon. Nee. En van Zwarte Piet, had je daar schrik van, Dirk? Ja, dat ook. Hè. Ook ja. Ik weet nog, het was het werk van mijn pa dat we werden uitgenodigd. Ja. En toen, ja. De cadeautjes waren plezant, maar bij hem gaan zitten durfde ik niet. Dus, ja. Heb je de Sint al gezien vandaag? Hè? Ja, toen hij uit de helikopter uitstapte. Dus. Vind je een leuke organisatie, hè? Ja, toch wel. Wel tof gedaan. Echt chapeau. Het is wel fijn voor de kinderen, dus. Groot Sinterklaasfeest, Dimitri, hier bij Oud-Heverlee Leuven. Wat vind je ervan? Ja, plezant. Hè. Ik herken het mezelf erin van vroeger. Dus ja, de kinderen zijn super enthousiast. En ja, de Sint was op tijd, dus nee. Het ziet er allemaal heel goed uit. Heel plezant. Hoe ging dat bij jou vroeger? Hè? Herinner je daar nog iets van? Ja, het is ver weg natuurlijk, maar ik weet zelf dat ik heel enthousiast was en ja, kinderen worden gek, hè, dus ja, een beetje bang zelfs bij momenten, maar... Ook al, Dirk Chimanga ook al, die had schrik, zegt hij. Ja, er is een tijd geweest dat ik bang was ook, maar uiteindelijk draait het om de cadeautjes en er zijn veel brave jongetjes geweest, dus iedereen zal wel zijn pakje krijgen, denk ik. Je hebt pannenkoeken geproefd al vanmiddag? Ja, want ik had heel veel honger na de training en ze hebben gesmaakt, absoluut. Ga je straks nog eens langs bij de Sint? Ja, als er nog tijd is, maar ik ben niet zo braaf geweest dit jaar, dus ik weet niet of mijn pakje wel zal klaar liggen. Wie is hier nu de braafste van het team eigenlijk, denk je? Ja, sowieso niet Storm en Maartens. Die gaan van de roe krijgen van Zwarte Piet. En de braafste, dan denk ik dat je toch Elliot Moore. Dat is een hele brave jongen. Ja. En Tony Watt absoluut ook niet. Dus nee. We hebben veel stoute jongens in de ploeg.